Ja, yo, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe video van mijn YouTube-kanaal. De meeste van jullie denken waarschijnlijk al van, Daan, wat ben je aan het doen? Nou, ik zeg eerlijk, ik zit weer hier in deze kamer. En dat betekent dat ik weer ga reageren op een hilarische video. Want beste kijkers, ik weet niet zeker of jullie allemaal al de vorige video hadden gezien waarin ik op een andere video ging reageren van Pyroglenn. Dat ga ik in deze video weer doen. Ik ga weer kijken naar een video van Pyroglenn. Voor degene die het nog niet wisten, Glenn is natuurlijk, hij was in ieder geval een vriend van Frank. Maar nu weet ik het niet meer echt. Maar ik ga op zijn video reageren. Maar ik waarschuw wel, het kan zijn dat er soms een klein beetje heftige dingen in zitten. Kun je niet tegen heftige dingen, dan zou ik deze video beter niet kijken. En voor degenen die het wel willen doen, dan mag je het wel kijken. Dus beste kijkers, hebben jullie al oortjes in? Nee. Ik wel. Dus beste kijkers, ik zou zeggen, let's go! Yes mensen, we zijn bij een nieuwe video, we zijn weer in Emmen, we zijn met... Tom. En met... Blijkbaar wil die ene gast niet zeggen hoe hij heet op de camera. Gaan zeggen. Let's go. Abonneer ook even op mij. Voor de 500. Abonneer ook op Frank. Voor hoeveel? Nou, ik ben al nieuwsgierig op Glenn. Laat even een like achter. Laten we het kijken. Let's do it. Je moeder. Pick up. Oh. We staan hiernaast. Oh. Oh. Hij werd in één keer zo brap bekleed, weggeduwd. Hey, kale dikke! Kale dikke! Glenn die zegt gewoon letterlijk: hey, kale dikke! Oh. James Bond. Ja? James Bond. Leuk. Wat zou jij doen als er één dag geen regels waren geweest? De politie een goede klap in de noot geven. In de noten. Oh, hoorden jullie wat hij zei? Victor, check het toch? Ja? Wat zou je doen dan? Auto rijden. Zo, dat is een hele opgave. Ja? Dat is stoer. Ik kan wel sturen en schakelen dus. Welke auto zou je rijden dan? Tesla. Dit is gewoon zo geweldig. Ja, gewoon koop. Dit kan niet waar zijn, voor beste kijker. Ja, wel zien. Ik heb 100 euro in spaarpot. 100 euro? Oh. Ja? Moet je zo echt hilarisch gewoon. Oké. Moet nog een shout-out doen? Ja. Naar hem. Hij wijst gewoon letterlijk naar de camera. Nee, dat is naar. Nou goed. Of, wacht, naar wie wijst hij eigenlijk? Dat is Jeanette. Dat wijst je gewoon. Shout-out naar hem. Oh, dus Jeanette. Dat is zijn moeder. Aan de grond. Ja. Dat was hem. Ja. Hij zegt gewoon letterlijk, shout-out naar de grond. Momio. Momio? Momio! Wie is nou weer Momio? Niet doen. Nee. Ik was voor Momio, Oh my god. Dat jongetje wordt in één keer zo weer frappakee weggeduwd. Ja? Oh. It's your boy James. It's your boy James. Kijkers, ja. Dat jongetje is wel echt hilarisch gewoon. We mogen wel weggaan hoor. Doeg. Nou, we staan hiernaast. Met Bauke. Bauke. Achternaam. Beiering. Beiering. De vraag van vandaag is, wat zou jij doen als er één dag geen regels waren? Oeh, even daar. Geen enkele, niet corona, maar geen enkele, gaan we enkele zien. Regel. Nou, ik zou sowieso... Nee, ik zou sowieso de bank overvallen, man. Sowieso. En dan een nieuwe skatepark voor Emma baten bouwen. Een hele nieuwe. Echt, dit is jongen. Dat moet helemaal weg. En dan komt er een heel nieuw skatepark. Oh. Een dikke platte grond, man. Ja, ik heb al blueprints, alles al. Bauke is al. Ook wel enig en komen, fantastisch. Maar ik heb er geen geld ervoor, snap je? Ja, maar die dag komt nog en dan ga je de bank overvallen. Ja, dat klopt. Zou je nog meer doen? Ik denk, ik zou echt 3 gebouwen gewoon kapot maken. Prima. Hoorden jullie net ik weet niet waarom. Bauke in één keer zijn, beste kijkers.
een eigen winkel opent en dan zelf in de brand steekt om dan gewoon schadevergoeding te krijgen. Maar dat kan niet. Hey, jongen, oh. Zagen jullie dat, beste kijkers? Die jongens zaten te vechten. Shout out, Jeanette. Shout out, dan joh. Ga in je broek. Beste kijkers, die jongen die zat te vechten, die rende gewoon weg. Hij zat gewoon zo te waggelen als een pinguïn. Oh, geweldig gewoon. Enig om te kijken. Ja, heerlijk, gatje. Zijn mode, hè? Gaat in de broek. Glenn die is ook gewoon hilarisch tegen die jongen. Ga even naar Neil. Dat was er dan meer. Oké. Nou, ik zou sowieso gewoon iedereen die er is, gewoon uitschakelen, ja? Iedereen uitschakelen. Oh. Ook mij. Horen jullie wat Bouke zei? Iedereen uitschakelen. Ja. Oh. Dus het kan wel eigenlijk. Oh, dat kan hij niet Frank zeggen. Timmer en op Pyro Glenn. Ook op je eigen YouTube. Ja, maar dat heet zelf. Waarschijnlijk gaat Bouke zichzelf ook even promoten met zijn YouTube-kanaal. That Skater Guy. Maar dat heb ik al heel vaak opgezocht. En ik heb nooit dat YouTube-kanaal gevonden. Letterlijk. Nou, dankjewel. Nou, beste kijkers. We gaan eventjes een stukje doorspoelen, want daar waren niet echt heel veel stukjes die grappig waren, maar nu komen er wel een aantal stukjes en die zijn echt hilarisch. Dus beste kijkers, laten we kijken. Let's go. Sjoerd de Vries, je ziet het. Wat zou jij doen als er één dag geen regels waren geweest? Hey, is een moeilijke vraag, maar ik zou haar sowieso het land uitzetten. Oh, hoorden jullie net wat Sjoerd zei? Haar het land uitzetten. Wat gooit je naam? Wat is haar naam, Frank? Oh. Kelly. Ja, maar Kelly gaat het land uit. Weg. Oh. Nu. Ik zou Bart vrij laten. Free Bart. Bart sowieso. Dat ja, kan Sjoerd helemaal niet zeggen. Ja, maar ik zou alweer de vrouw van de koning nemen. Alweer. Oh. Nog steeds. Ja, hoorden jullie dat? Dat is al een keer gelukt. Dan. Nee, nog niet. Dat kan hij echt helemaal niet zeggen. Misschien wel. Oh. Oh, wat Sjoerd net zei is niet te geloven. Ik zal dat weer doen. Wat nog meer zou doen? Wat gaat hij zeggen? Jouw verbieden van YouTube. Why are we still here? Just to suffer. Oh, dat zegt hij gewoon tegen Glenn. Dat is wel een beetje zielig om waar te zijn. Ja, ik heb gewoon veel te lang bij mijn hoofd. Oké, wat voor shoutout gaan ze nu eigenlijk doen? Even luisteren. Ja, laat me shoutout doen. Broer S.O. Bart, Ari, broer Tom, broer Frank. Oh, wauw. Bart moet wel altijd vrij, je weet het. Dat zijn wel een hoop shoutouts, zo'n Sjoerd. Nee, laat hem gewoon vastzitten. En wat gaan die anderen zeggen? Ja, weet je wat, zet Bart vast ook. Fuck dat. Kuttuig. Ja, tuig. Tuig van de Richel is het. Ik ben net de jongen. Hij is tuig. Dat was hem. Dankjewel. Geen probleem. Geen stress. Peggy's! Film het al. Oh, dat gelach van Bart gewoon. Oké, staat hij naast? Bart. Van? Gestel. Ah, beste kijkers, dat is nou Bart van Gestel. Wat zou jij doen? Als er één dag Bart geen regels Bart ziet er wel waren. Stoer dat uit. Allemaal doen. Ik doe sowieso alles wat verboden is. Dus het is maar nee, ik heb niet specifiek iets wat ik zou doen eigenlijk. Vertel eens hem wat dan. Wat wil je Bart weten, weet blijkbaar helemaal wat jij zou doen. Als er één dag geen regels waren. Ik weet echt niet. Gewoon denk even snel na. Gewoon lekker bier drinken. Oh, gewoon beste kijkers. Met Plop. Die komt er nu ook echt bij. Kom er even bij dan. Net als in de vorige video. Ja, komt ie. Plop Albers. Wat zou jij doen dan allemaal? Nou, gewoon allemaal bier uit de winkel halen, zonder te betalen. Dan geef moer aan. Zonder te betalen, dan geef moer aan. Ik zeg altijd drinken dan, maar gewoon stofzijl. Gewoon stofzijl. Zes. Ja, stofzijl. Meer niet. Oh, misschien kissy. Maar zes kissy. Oh, dan geef moer. Oh, dan geef moer aan. Als dat mogelijk is. Plop die praat zo geweldig grappig. Ja, gans een flusteraar wezen. Doe ze even een gans aan.
Ja, dat geeft moed. Oh, plop, die kan zo geweldig een gans nadoen. Zou je nog meer doen? Ja, wat zal ik nog meer doen? Weet ik niet. Nou, met bier drinken. Nog meer bier. Ja, misschien probeer je naast te vallen. Maar dat ging niet verzameld. Dus, Kun je van de trap af van? Nee, dat zie je. Dat klopt. Kan heel goed stijgen, Skop. Zeg wat doen? Ja, bier drinken. Gewoon bier drinken. Gewoon bier drinken. Dat, gewoon... Dat geeft gewoon moed. Ja, dat... En ik heb ook gehoord dat Plop niet bang is voor Patrick, dus... Ik ben niet bang voor Patrick, Ik ben je wel bang dan. Hij zegt gewoon weer, ik ben niet bang voor Patrick. Is het gevaarlijk? Dan is mis aan. Zeg, wat in de clown, hè? Slippers. Slippers. Oh, geweldig. Ja, moet niet proberen. Oh ja, dus de kijkers. Nee, nu gaan Plop en Bart even een shout-out doen. Luister. TikTok, hè? Plop Albers. Info. Bijna 10.500 zo. Ja, dat moet je niet vergeten. Welke shout-out doen? Ja man, shout-out naar Ballin29 man. En volg me op Spotify. Plop Albers staat op TikTok en Bart staat op Spotify. Yeah! Renzo. Gewoon volgen, gewoon doen. Gewoon doen. Ik denk gewoon persoonlijk, beste kijkers, dat er zo meteen weer iets grappigs gaat komen. Let op. Toch? Ja, link gewoon in de beschrijving, ja? Ja, is goed. En zo naar Frank, en zo naar Plop, en zo naar Ken. Dit is nog niet grappig, maar liken, zo meteen alles. Denk ik. Kijk, abonneer, ga nu eventjes iets bespreken, maar later wordt het echt hilarisch. Nee, ik heb geen YouTube kanaal. Maar abonneer ook even op Frank trouwens, gewoon ook op Frank. Want we mogen Frank niet vergeten natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ja, nee. Timmer. Frank Timmer, YouTube kanaal. Gewoon volgen, abonneren. Beste kijkers, voor jullie moeten Bart ook ga even checken op Spotify. Als hij heet Renzo. Maar goed, laten we verder kijken. Het is april. Trafil. Hij zegt gewoon prafpril in plaats van april. Dat kan ik niet. Als voor jullie, als Frank voor jullie de 3.000 abonnees heeft, nou, gaan we een giveaway doen. Die komt gewoon van Bart van Gestel. Dat is wel leuk om hoedje. Ja, even te zien hoe die Bart misschien, een keer alleen met Glenn op de camera kwam. Maar deze je ook even met Plop erbij. 500 of moet je nog? 140. Nou. 140, oké, als Glenn dat haalt, binnen een 2 weken gaan we nog een giveaway doen van Bart van Gestel. Luister even naar Bart allemaal. Gewoon abonneren, liken en deel die video's zodat die jongens hun abonnees halen. Joh, wil je een hoodie winnen van Bart van Gestel, dan moet je... Moet je me volgen op Spotify? Abonneer op mij. Ja, maar ook mij volgen, bro. Wat doe jij? Je moet mij sowieso volgen op Spotify. Je moet... Ja, bewijs sturen via de M, Renzo, -0591. Glenn moet je volgen. Je moet Frank gaan volgen op Insta en op YouTube. Plop moet je ook gaan volgen, sowieso. En als ze dat gehaald hebben en ik zie het is dat wel leuk om gebeurt, even gaan we te zien regelen. Wat Bart allemaal vertelt. En wat jullie eigenlijk ook even moeten doen voor de rest die ze opnoemen in de video's. Ja, dat was dankjewel. Ja, jij ook. Waarvoor? Weet ik niet. Nou, top. Ja, kom aan. Dit was het einde van de video. Allee, jongens, met nou. Abonneer op. Dat was wel leuk op, even, Bart zien. Kanaal gewoon. En voeg mij op Insta tom.thom.0. Oh. Volg mij ook op Insta, Juste Tabak. Oh. Begin te abonneren op die deze jongens die zijn wel heel grappig. Begin mij een beetje te volgen. Wesley maar, 09 -. Beste kijkers, dat was in ieder geval wel de video. Glennie was wel grappig. Doei, Glenn. Jongens, tot volgende keer. Nou, beste kijkers. Dat was in ieder geval de video van... Pyro Glenn. Of nou ja, gewoon Glenn eigenlijk. Ik hoop in ieder geval voor degenen die in die video zaten dat het wel op zich leuk was. En natuurlijk ook voor jullie. Ik hoop dat het niet al te grof was, maar dat het gewoon humor was. En Glenn is natuurlijk ook heel goed bezig geweest. Maar hij heeft helaas niks meer gepost op YouTube. Dus dat is wel jammer. Maar ik zet een linkje in de beschrijving naar zijn video die ik heb gekeken. En mochten jullie dit natuurlijk weer een leuke video vinden, druk dan zeker natuurlijk weer het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. En vergeet niet, beste kijkers, op woensdag 25 januari, dan ga ik natuurlijk mijn Q&A video houden. Dus jullie kunnen nog steeds in mijn community vragen gaan stellen. Dus stuur reacties... En je reacties moeten vragen zijn en die kun je sturen in mijn community. Het is het bovenste gedeelte van mijn community. Daar kunnen jullie reacties gaan sturen. Stuur alle vragen die je maar wilt. Als ze maar serieus zijn. See you all. Later!